Ontelbaar veel mensen hebben al eens de pelgrimroute naar Santiago de Compostela in Spanje gelopen. Een flinke tocht die veelal vanuit geloofsovertuiging wordt aanvaard. Een aanmerkelijk deel van de pelgrims dat tegenwoordig naar Santiago reist, doet dit echter vanwege het cultuurhistorisch erfgoed op de route of vanwege de fysieke uitdaging. Ook geven veel Santiago-gangers aan dat zij op zoek zijn naar de zin van het bestaan. De route is in Spanje gemarkeerd met palen en borden met erop een Sint-Jacobsschelp. Aan het einde van de tocht bezoekt men namelijk het graf van de apostel Jacobus. Je kunt alleen de laatste 100 kilometer lopen, maar veel Nederlanders die de pelgrimsroute lopen, kiezen ervoor om te starten vanuit Sint-Jacobi-parochie. Daar ligt het begin van het Jabikspaad dat loopt tot Zwolle. Het is een mooi begin van de tocht naar Santiago de Compostela. Het Nederlands Genootschap Sint-Jacob en de stichting Jabikspaad Friesland keren de route echter om. Volgend jaar vindt er vanuit het zuiden van het land via drie routes een estafette pelgrimstocht plaats met als eindbestemming Sint-Jabik, oftewel Santiago aan het Wad. Ja, nou het idee bestond via het Jabikspaad en om het in 2018 te verbreden, dat was eigenlijk de reden om te zeggen van laten we het gebruiken om Friesland als bestemmingsgebied van pelgrimeren wat meer in het zonnetje te zetten. Want Leeuwarden Culturele Hoofdstad wil ook internationaal zien wat heeft Friesland voor de wereld te betekenen. En Sint-Jacobi, dat verbonden is met Santiago, dat de kerk hier geïnspireerd is door de kathedrale Santiago, dat wij een pad hebben wat loopt tot Spanje. Dat is een prachtige verbinding tussen het Friese landschap, de Friese omgeving, waar eigenlijk niemand zo bestil staat. En zo'n oude pelgrimsplaats die al eeuwen en eeuwen lang functioneert en die de laatste jaren dus gigantisch populair aan het worden is. Als je, er gaan nu al mensen uit 179 landen gaan naar Santiago toe. Ja, wat er volgend jaar georganiseerd wordt door het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob. Dat is een pelgrimsestafette. Die start op verschillende plekken langs zeg maar de Belgische grens. En gaat in estafette vorm zo langzamerhand naar het noorden. Dat begint begin februari volgend jaar. En die routes komen op 25 juli samen hier in Sint-Jacobi-parochie en Zwarte Haan. Dat is de naamdag van de heilige Jacobus. Om eigenlijk te laten zien dat dit gebied heel bijzonder is voor pelgrimeren. Waarom? Nou, het is wel heel erg mooi. Er ligt een oude ontstaansmythe voor de Santiago-route. Die komt nog uit de middeleeuwen. Dat Karel de Grote een visioen heeft waarin de heilige Jacobus hem verschijnt. En dat krijgt hij als hij naar de lucht kijkt en dan ziet hij ineens de Melkweg eind juli lopen. En de Melkweg eind juli, die staat in een stand boven West-Europa. En dat beschrijft Karel de Grote ook, waarbij hij de Friese Zee verbindt via streken in Frankrijk, Duitsland met Noord-Spanje waar de heilige Jacobus begraven is. En dat staat letterlijk in een oude middeleeuwse tekst, dat de Friese Zee op die manier als pelgrimsroute verbinden gaat worden met Spanje. En door de samenwerking met Dark Sky gaan we waarschijnlijk 's avonds op Zwarte Haan nog een bijzonder nachtfestival organiseren. Ik moet wel zeggen, dat is nog onder voorbehoud. We zijn nog in bekijken of we daar voldoende steun voor krijgen. En dan zou dat nog een extra faciliteit erbij zijn. Dus niet alleen een plan voor volgend jaar, maar ook voor de toekomst? Precies, want wij vinden het heel belangrijk eigenlijk om te proberen als Jabikspaardenorganisatie het pelgrimsroutenetwerk in Friesland te verbreden. Als we even kijken naar die pelgrimsroute, het Sint-Jabikspaad. Nou, uiteindelijk kun je dus doorlopen naar Santiago de Compostela en dat heeft u alles gedaan. Ja, hoe is dat? Nou, dat is eigenlijk wel een hele bijzondere ervaring. Mensen zeggen wel eens, dit is een periode van voor het lopen van het pad en daarna. En dat geldt natuurlijk voor iedereen. Wat was voor u de motivatie om deze pelgrimsroute te lopen? Mijn vrouw die liep zo rond 2008. Is die begonnen met het Pieterpad met een vriendin. En dat deden ze in etappes. En al lopende kwamen ze het idee om door te lopen naar Santiago. Toen waren ze in Gennep in Noord-Limburg. En toen is die vriendin ziek geworden en kort daarna overleden. En toen, voordat ze overleed, zei die vriendin tegen mijn vrouw, je moet eigenlijk wel doorlopen. Alleen Sita, die zag dat niet zitten. En toen zei haar vriendin van, nou, dan vraag je Hans. En zodoende hebben we dat met z'n tweeën afgemaakt. Jullie hebben het plan vandaag aangeboden aan de gedeputeerden. Daar proef ik uit dat jullie misschien wat steun van de provincie willen hebben? Jazeker, de provincie weet van ons af en ze hebben ook gezegd dat ze dat heel interessant vinden. Ze hebben nog niet gezegd dat ze die steun ook echt bieden, maar het idee wordt zeker omarmd.
Dus we hopen zeker ook dat de provincie daar wat aan wil doen. Maar de provincie is ook belangrijk als voor ons een verbindende partij met andere organisaties. Ik noem dat Field the Night. En er zijn meer stichtingen en organisaties waar we mee samenwerken.